Dit is de Saeco Gran Baristo volautomaat die echt alles kan. Je kan de melkproducten, de cappuccinos, de latte macchiato, melkschuim, de espresso, de cafe lungo. eigenlijk alles wat je er mee zou willen maken. Hij heeft anti-fingerprint, want de voorkant is van roestvrij staal waarvan je niet altijd die vingerprints hebt. De zijkant is van heel mooi grijs. Het is een mooie slanke volautomaat voor in de keuken. Bovenop het apparaat zit het waterreservoir en die heeft een inhoud van 1,7 liter. Dan daarachter zit het bonenreservoir. Die heeft ook een rubberen rand erop zitten, zodat die lekker stil is. Kan 270 gram bonen in. En hier in het hoekje zie je de maler zitten. Zet hem op de fijnste stand en één standje terug. Dat is een beetje ons advies. Daar krijg je wel een sleuteltje bij, uiteraard om op die manier af te stellen. Hij heeft een mooie touchscherm met touchbediening er dus op zitten. Uh, aan de linkerkant zitten de melkproducten: espresso macchiato, cappuccino, latte macchiato en het melk. En aan de rechterkant zitten de koffieproducten zoals espresso, Espresso Lungo, Café crème en natuurlijk de koffie. Dan hebben we hier bij deze knopje de extra's hebben zitten. Zoals je ook ziet kan je de speciale Ristretto, Ristretto Mild, Espresso Intenso, Flat White, eigenlijk nog wat extra. Dan hebben we bij de touch bediening ook nog de sterkte die je kan instellen. Dat is hier bij de bonen. Dit is natuurlijk de meer boontjes erop lichten. De sterker die is. Voor de melkproducten is meegeleverd deze melkkan met een inhoud van een halve liter. Dan halen we hier het lipje, halen we eraf. Dan zetten we de melkkan erin. Het kopje eronder moeten we wel nog eventjes de schuiven openzetten. En op die manier kan de melk gemaakt worden. Voor als je bijvoorbeeld de cappuccino, de latte macchiato of zelfs de espresso macchiato zou willen hebben. Mocht jij gebruik willen maken van heet water of wil je hem ontluchten, hebben we hier nog een ander tutje. Dat kan dat op deze manier. Gebruik je geen van beide. Dan hebben we een mooi afschermkapje erop zitten met magneet, zodat hij het netjes afdekt. Standaard heeft Saeco alle profielen gemaakt, maar mocht jij die nou willen veranderen, is dat geen enkel probleem. Want je gaat gewoon naar het menu toe, profielen wijzigen en dan kan je zelfs vijf... Profielen kan je helemaal zelf instellen. Dus naar jouw smaak net even wat sterker, net even wat meer melk erbij, net even wat warmer. Eigenlijk gewoon helemaal zoals jij het zou willen. De uitloop die kunnen we ook omlaag zetten voor de espresso zodat dat niet spat. Maar mocht je nou een latte macchiato hebben, dan kunnen we ook gewoon het hele frontje eraf halen voor het hoge glas. Dan hebben we er bovenop nog een klepje zitten voor de gemalen koffie, voor als je bijvoorbeeld bezoek krijgt voor mensen die decafé drinken. Aan de voorkant zit dan hier de opening. Als je die indrukt, dan zien we de Z-groep die zien we erin zitten. Kunnen we ook het bakje met de koekjes en de lekbak er makkelijk uithalen en dan de Z-groep pull out with one finger. Dus dat doe je allemaal heel rustig. Dan halen we op deze manier de zetgroep eruit. Even één keer in de week met lauw water deze afspoelen. Eventjes ietsjes laten drogen voordat je hem er weer inzet. En op die manier blijft deze volautomaat dan lekker fris. En dan als laatste aan de voorkant hebben we ook nog een lekbakje zitten. Hieronder zit een lipje. Als je die eventjes indrukt hier in het midden, kan je deze heel makkelijk eraf halen. En kan je de lekbak kan je ook gewoon netjes legen en schoonhouden. En dan blijft deze jongen in topconditie. Wil jij dit product bestellen of meer informatie? Klik dan hier, dan ga je naar de productpagina. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal.